Melkveehouder Henk Kerkers uit Sterksel weidt zijn koeien volgens het nieuw Nederlands weidesysteem. Hij heeft zijn huiskavel van 23 hectare verdeeld in verschillende blokken. En we zitten nu, sinds eergisteren zijn we begonnen bij perceel 10C en dan werken we naar 13. We pakken dan iedere keer 4, 5 of 6 percelen. We beginnen te bewijden in het eerste perceel, daags naar het tweede, de volgende dag naar de derde. En als we het rijtje gehad hebben, gaan we weer terug naar de eerste. Zo blijven we doordraaien totdat we zover zijn dat het volgende perceel wat gemaaid is weer lang genoeg is. En maken we daar weer een nieuw platform. Kerkers is constant bezig om het beste gras in de koe te krijgen. Hier staat bijna 12 centimeter gras in. Een andere boer zou zeggen een mooie snee om te maaien. Nee, ik zeg het is een perfecte snee om die koeien in te scharen. En doordat je eigenlijk iedere keer de koeien het topje van de taart af laten eten, het beste van het gras laat pakken, hou je die voer in die koeien, de goede kwaliteit van het gras in de koeien en blijft de productie er hartstikke mooi onder zitten. Doordat het eiwit in het grasland optimaal wordt benut, hoeft hij minder krachtvoer aan te voeren. Op dit moment krijgen ze nog een kilo of 8 snijmais en een 4 tot 6 kilo voordroog, afhankelijk een beetje van het aanbod buiten. Dus het voordroog loopt zelfs nu terug naar zeg maar 2 kilo onderhand nog. En een beetje aangevuld met balansmiddelen, 2 soorten balansmiddelen, eentje energie en eiwit. En daar kan ik ook nog een beetje in sturen, afhankelijk van het ureumgehalte en het eiwitgehalte in de melk. We zien, ondanks dat ik de eiwitbrok meer dan 1,5 kilo heb laten zakken in het voorjaar toen ze naar buiten gingen, dat de productie gewoon op niveau is gebleven. Om op de voorkeur van de koeien aan te sluiten door met zonsopgang en zonsondergang te grazen, weidt hij in 2 blokken op een dag. Hij hoeft zijn koeien ook maar zelden te halen. Het mooie is dat je nu vanuit de robots de koeien naar buiten gestuurd wordt. Je kunt vanaf de computer de tijden instellen hoe lang en wanneer je ze naar buiten wilt sturen. Dus je hoeft verder ook geen hek of niks om te zetten. En het gaat allemaal automatisch. Zodat 's morgens om 4 of 5 uur, als je die instelling hebt staan, niet je bed uit hoeft een poort open te maken. Dus de robots doen dat zelf. Kerkers heeft nog wel een tip voor andere melkveehouders. Het is ook heel belangrijk als je met je voervoorlichter aan tafel zit, maak een paar rantsoenen. Draai 2 of 3 variabelen uit. Eentje met 4 kilo droge stof uit gras, eentje met 6 en eentje met 8. Zodat je altijd bij de hand hebt om je rantsoen op tijd weer een beetje bij te sturen afhankelijk van je grasaanbod buiten. Kerkers behoort tot een groep van in totaal 6 melkveehouders die het nieuw Nederlandse weiden demonstreren aan andere groepen melkveehouders.